Over enkele ogenblikken gaat Bridget Maasland de nieuwe kunstgalerie van Ruud de Wild openen. Natuurlijk hebben Geen Stijl en Ruud de Wild een behoorlijke geschiedenis. Gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst even aandacht voor ware kunst. Nou, welkom bij vrienden, familie en genoten van Ruud. Het was zo'n 16 jaar geleden toen hij ontdekte dat hij nog een ander talent had dan heel goed praten. Hij kon namelijk ook schilderen. Nu is hij als kunstenaar ontzettend gegroeid en ook qua atelier dus enorm gegroeid. Ruud, je hebt Moskou niet uitgenodigd vandaag? Nee. Was niet nodig? Nee. Kunnen we eens even, voordat we over de kunstwerken gaan praten, nog even dat terugpakken? Wat was de reden dat je Moskou en Moskou op ons dak stuurde? Nou, hij moet ook leven. En wat is er leuker dan iemand een brief te laten schrijven die je zelf niet wil schrijven? Waar baalde je van? Ik weet eigenlijk niet waarvan ik baalde. Ik moet jou eerlijk zeggen, totdat Bram die brief schreef, had ik het nog nooit zelf gelezen. Maar wat stoorde je aan wat Geen Stijl deed in die tijd? Nou, nogmaals, ik had het nog nooit gelezen. Ik had het via toen dacht ik, ach. En achteraf was het heel dom. Want ik heb geleerd geen aandacht geven. Dus je moet het zien, als je een meisje geen aandacht geeft, dan wordt het altijd neuken. Dat betekent? Dat ik niet met Geen Stijl heb geneukt. Gijs, wanneer ga jij kliederen met verf? vind je het zo erg? Ik heb helemaal niet de behoefte om te schilderen. Nee. Dus ik ga niet kliederen. Godzijdank. Want? Nou ja, kijk eens even op rechts. Dat ben ik niet met je eens, want ik vind het er echt heel erg gaaf uitzien. Hij is een van de weinige mensen die juist iets uit een songtekst pakt wat heel pakkend is en dat in een schilderij verwerkt. Ja, en dat moet je leuk vinden en ik vind dat toevallig leuk. Ik vind het ontzettend passievol gemaakt. Dat spreekt er ook echt uit, komt er echt uit. Ik vind zijn teksten heel mooi. En zijn kleurstelling, het gevoel wat erbij... Ik vind het echt een emotie wat het met zich meebrengt. Als jij even meekomt, ja, dan ga jij de Geen Stijlers laten zien wat nou eens wel stijl is. Kom maar. Oké. In het heilige de heilige. Ik ben heel benieuwd, heel benieuwd. Hou vast. Ja? Potje opendraaien. Ik moet opendraaien. Ja, jij moet opendraaien. Het gaat niet over mij heen. Nee, luister, ik ben niet zo makkelijk, hè. Maakt het uit wat ik dan doe? Of? Nee, juist niet. De kunstenaar, weet je, in je. Laat de kunstenaar geboren worden. Maar Ruud, dit is niet eerlijk, want bij mij staan er geen lijntjes op waar ik binnen moet. Jij hebt altijd lijntjes, toch? Ja, ik ben Ravensburger. Maar dat is een nieuwe uitdaging. Oké, nou goed. Ik misschien kan ik nog wat van je leren. Nou, kom op. Nee, 1, 2, 3. Dat denk nu, ik wel. Nu. 1, 2, ja. Nou, kom op, Mietje, drukken. Zo, nou. Een eurotje of 15.000? Nou, 8 zeker. En nu? Rollen, uitrollen. Uitrollen. Maakt niet uit hoe. Nee, dat maakt geen reet uit, dat zie je toch niet. Even kijken, dat vind ik iets te rood aan het worden. Nee, dat is prachtig. We noemen dit 6 mei. Hier, klaar. 6 mei, dit is van 8 ruggen waard. God, ja, je moet het ook wel in je vingers hebben, hè? Kijk. Tja, is gelijk 10 keer beter. En dan moet jij hem naar boven zetten. Zo'n co-productie, hè, dit. Jij krijgt ook een brok in je keel, merk ik. Ja, echt diagonaal compositie zie ik al. Diagonaal compositie? Ja, we hebben het zo gedaan, hè. Oh, ik zie een vaag taal. Ja. Dat heet een diagonaal compositie. Vandaag heet dat zo. Nou, hartstikke leuk. Ik ben er wel trots op. Ik vond het eigenlijk veel leuker toen jullie mij aan de slag te waren. Dat vond ik veel leuker dan dit. Ik vind dit bijna jammer. Ja? Dat een beetje in de mythe gaat verloren, zo. Kijk nou uit dat die verf niet uitloopt, hè? Ja, dat zou jammer zijn. Zonde, doodzonde. Oh, dat hoort er ook bij. Dat hoort gewoon, weet je, en dan is dit. En nu is hij af.
Jezus, dat het zo gaat, joh. Zo gaat het dus de hele tijd. Dat zou niemand denken als je dit zo ziet, hè? Dat het zo... Nee, maar zo gaat het dus... Dan spuit je er 5 letters op en dan ben je eigenlijk klaar. Jongens, we gaan omhoog, hè? Ja! We reach the sky, jongens. We doen het licht uit, jongens. We doen het licht uit. Nou, voor mij zit het erop, maar ik kan natuurlijk niet weggaan voordat ik mijn eigen kunstwerk heb meegenomen. Want... Rutger is vanaf vandaag ook kunstenaar.